flipsen. Aha, op heterdaad. Wat bedoelt u? Je bent aan het vissen. Wat? Nee. Zie je toch? Je bent er gloeiend bij. Hoe heet je? Dat weet u toch? Niets mee te maken, ik weet niets. Dat is algemeen bekend. Nou ja, ik heet ik Troom. Geboren? Ja. Wat ja? Wanneer bedoel ik? In de zomer. Vooruit mee. Maar Flipse, ik vis eerlijk niet. Maar ik zie het toch? Nee, kijk maar. Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen? Fiets, het is een engel. Ik koel mijn limonade. Dat is... Limonade. Vooruit en vlug. Vooruit. 1000 bommen en granaten. Helemaal geen respect meer voor het gezag. Dat groeit op voor galg en rat. In mijn jeugd was dat anders. Dat is onze Dick, en dat is hij. En dat zijn onze nieuwe buren. Elswater. Dag Dick. Zijn vrouw. Meneer. En zijn dochtertje Nelly. Dag, mevrouw. En dat zijn ze. Dat is Dick Trom, Nelly. Nelly is blind. Nou moet hij toch mijn eigen gemaakte koekjes eens proeven. Ja, dat is de trots van moeder Trom, haar koekjes. Hek toe nou, man. Doe niet zo mal. Dank u. Neem er een paar. Dank u. Jij lust er zeker geen, hè, Dick? Jawel, dank u. Een lekker bakje, moeder. Ja, dat doet een mens goed. Zo, zo, Elswater. Jij komt dus uit de grote stad. Nou, dat vind ik toch wel mooi. Hier in het dorp is niet veel te beleven. Ik ben bang dat je niet makkelijk zult wennen. Ik hou niet van de grote stad. Ja. Ik ben blij dat ik eruit ben. Och ja, het is... Mag Nelly mee de konijntjes voeren? Zeker, jongen. Ga je mee, Nelly? Zo, kom maar. Deze kant op. Zal ik jou mijn konijntjes eens laten zien? Ja, nu moeten wij ook weer eens gaan. Want er is nog veel te doen. Ja. Ja. We moeten ons nieuwe huis nog inrichten. Ja. Ja. Wel bedankt voor de koffie en de lekkere koekjes. Oh, wat zo. En als u hulp nodig hebt, dan weet u waar u moet zijn. Dank u wel, hoor. Dank u wel. Voorzichtig, stoot je niet. Hier wonen al mijn konijntjes. Nu weet ik hoe je eruit ziet. Je bent een dekkerd. Draag je altijd je verdachters tevoren? Dick Trom. Deze wil kennis met je maken. Ik noem hem Flipse. Hoe ziet hij eruit? Wit, met lange oren. Oh, wat leuk. Zou je hem willen hebben? Dolgraag. Mijn moeder kan hem niet betalen. Zo, hij is voor jou. Je krijgt hem cadeau. Meen je dat? Ja. Hé, wat nu? Huil je? Van blijdschap, Dick. Als je me nou die rare meisjes... Het is warm. Hadden we maar vrij. We konden gewoon knikkeren. Of gaan zwemmen in de vaart. Oh, joh, nu wat vier Beatles. Wat dan? Hij weet wel wat. Ja, zeker. Ja. Ben je wel zoiets? Ja.
Stilte, jongens. We beginnen met de les. Krijgen we vanmiddag vrij. Krijgen zonder N. Piet van Rel, pak dat bord in schoon. Goed, meester. Is goed, jongen. Ga maar zitten. In plaats van vrij, zullen we vanmiddag eens flink gaan leren. We beginnen met aardrijkskunde. Jij, Bruin Boon, de voornaamste steden van de provincie Utrecht. Utrecht, Amersfoort, Zeist, Driebergen. Mooi. Jan Vos, verder. Amerongen. De Bel. De Bilt bedoel je? Oh ja, meester, de Bilt. Wijkbeduursteden. Mooi. Piet van Dril, wat is er voor een bijzondere school in Utrecht? Een hogeschoolmeester. Juist, een hogeschool. En nu jij, Dick Trom. Vertel jij me eens hoe de leraren genoemd worden die daar lesgeven. Nou, hoor ik nog wat? Dick Trom. Professors. Professor. Poffertjes, meneer. Rustig. Wat zeg jij, Dick Trom? Professors, meneer. Goed zo. Wissel! Is Wissel, er bruin? Ben je voorgezegd? Lelijke klikspaan. Hila, hila. Kalm. Is dat waar, Piet? Ja, meester. Voorgezegd. Zo. Daar houd ik niet van. Maar omdat je de waarheid zegt, zal ik je niet straffen. En jij, Bruin, niet klikken. We gaan verder. Een van de beroemdste professoren is professor Donkers, een oogheelkundige. Er komen zelfs mensen uit Amerika om hem te raadplegen. Ja, wat is er, Dick? Meester, kan ik blinde mensen ook weer ziende maken? Zeker, zeker, ja. Dat heeft hij reeds dikwijls gedaan. Ook als ze blind geboren zijn? Dat weet ik niet, jongen. Dat zal er van afhangen wat de oorzaak is. We gaan verder met de les. We maken een opstel over de provincie Utrecht. Neem je schriften, dan zullen we zien wat daarvan terechtkomt. Ja, ja, begin maar. Thank you.
huis. Maak eens open. Ja, wacht op. Dan lopen. Bijt die? Ben je gek? Het is geleeuwd. Kom je eraan? Heb ik vanmorgen geruimd. Tegen drie stekelbaarsjes. Stom. Stom? Want je bent gek. Pas op, direct loopt hij eraf. Dan knipt hij er wel weer op. Het is geen aap. Zeg, wat geef hem te eten? Nou, wat ik niet op kan. Dat is niet veel. Wacht, ik weet wat. Wat dan? En nu werken. Wie niet werkt, moet om 4 uur hier blijven. En jij laat in het vervolg die grappen achterwege. Hoor je wat ik zeg? Ja, maar meester. Hoor je wat ik zeg? Ja, meester. En jij laat je muizen thuis. Niks te maken. Thuis laten. Jongens, opruimen. Het is de hoogste tijd. Kan jij weer voetballen, hè? Kan jij ook vissen? Oh, blauwe vent. Nou, we gaan met je weer. Oh, je mag er bij de kranten op je hukken. En loop de boven. Oh, zet hem. Staan met de tenen. Hoe zou dat? Kom maar mee naar buiten. Dick, ga je mee? Ga me vast. Om nog even een kap of wip. Adieu. Oh. Si, si, si. Oui, oui, oui. Ja, ja, ja. La, la, la. Ha, 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 ha. La, 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 la. Oh, de meer weer fijn op tijd. Dick, ik moet absoluut die burgemeester gaan keren. Wil je op mijn winkel pas? Maar natuurlijk, meneer Wip. Ah, dat is cool. Dan kan ik maar. Bonjour. Ook een bonbon. Thank you.
Eens even kijken. Dat een bosneger. Nee. Wat is weer? Zwag, ik ben de nieuwe knecht. Hé, wat is dat nou? Kan je wel passen? Tille, meneer. Au! Zeg, wil je mijn nek breken? Wel, nee. Wat nou weer? Ben je gek geworden? Dit is schandaal. Goed dat me beheers. De jongens. Hallo, Dick. Wat kijken ze, Dick?
Bemoei je er niet mee, Vos. Man, wat is er? Voel je het niet lekker? Hij heeft zeker last van de eetkoorts. Ik pieker. Zeker of je straks 1 of 2 witte broden zal eten. Nee, flauwerik. Hoe ik aan een lekker appeltje kom. Die van Boer Geurs en zo. Dat is een idee. Wie gaat er mee? Ik. Allemaal. Kom dan naar Boer Geurs. Vooruit dan. Ik ook. Ja, kom maar. Pas op, appeltjes. Daar komen we. Hey Dick. Is Boer Geurs daar niet? Niks te zien. Daar heb ik jullie te pakken. En nu mee naar de veldwachter. U heeft ons nu wel te pakken, maar nu moet u me toch eens vertellen. Of het waar is dat u zo'n slechte schutter bent. Dat is een toppunt. Zo'n leugen. Dat is een toppunt. Ze zeggen ook dat u nog geen schuur kunt raken, al staat u al vlak voor. Wat? Ik ben de beste schutter van het hele dorp. Wat zeg ik? Van het hele land. Geloof je me niet? Wacht, ik zal het je bewijzen. Zie je die appel daar? Och, die zijn we nog vergeten. Wat zeg je me daarvan, hè? Puur geluk. Doe het nog eens. Dat gaat niet. Ik heb geen patronen meer. Dat wou ik maar even weten. Lopen, jongens! Wat? Halt! Staan blijven! Hé, hey, staan blijven! Texas, kom maar jongens. Ik krijg jullie nog wel. Dat was op het nippertje. Hé, hey, waar is Kareltje gebleven? Och, die flauwerik zal weer naar huis gerend zijn. Kom, laten we er even gaan zitten. Wat is die Karel toch een bangerik? Och, laten we nu maar een lekker appeltje gaan eten. Wat kan die Boer Geurs kwaad worden? En die kan wel even nog goed schieten ook. Lekker die appeltjes, hè? En nu duur. Ja, hij is net zo lekker als de perziken van Flipsen. Die Flipsen dan perzik in zijn tuin? Die moet ik proeven. Zou je dat wel doen? Natuurlijk. Durven jullie niet? Wat jij durft, durven wij ook. Niet waar, Jan? Kom op dan. Ga er even naar de tuin, vrouw. Thank you.
Hè? 1000 bommen en granaten. Als je me nou, waar halen ze het lef vandaan? Oh! Die steekt altijd zijn neus in andermans zaken. Oh, daarom heeft hij zeker zo'n lange neus. Och, jullie zijn helden. Als hij komt, dan kruipen jullie weg in een muizenval. Hoe ruim. Nou, Flips is geen kwaaie man. Alleen wat eigenwijs. Je moet met hem weten om te gaan, net zoals ik doe. Als hij maar bij mij te buurt blijft. Wat zou jij doen als hij hier voor je stond? Zijn handen schudden. Nou goed. Nou, derde. Is hier iemand? Nee, niemand. Oh, dat is goed. Wel alle blikskaters. Hé, hey, open de deur. Open, open zeg ik je. Kijk wel uit. Open de deur. Oh, oh, mijn kop gaat eraf. Oh, 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 oh. Open, open, oh, oh. Open zeg ik. Oh, 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 open, oh, oh. Daar dan! Oh! 1000 bommen en granaten. Zeg, Bruin, heb jij Dick Trom gezien? Nee, maar zijn schoenveter is los. Weet je daar? Ik? Zou ik doen. Geen streken, hè? Wel lelijk een vliegel dat je bent. Au, Flipse, ik heb niks gedaan. Ik krijg altijd overal de schuld van. Hé, wat is dat? Beweegt het? Zit iemand in? Dick Trom! Flipse! Flipse! Dick Trom! Grijp hem! Wauw! Van je leven. Dat is sterk. Zo, die heb ik al fijn tussen genomen. Oh!
Zoveel. Hallo, daar heb ik je. Meneer Flipsen. Niks te beneren, je gaat het gevangen. Al is de perzikendief nog zo snel, Flipsen achterhaalt hem wel. Ja, beter een perzik in de hand dan 10 in de boom. Zo, hier kan jij over je zonde nadenken, meneer Tron. Ik zal hem leren de gezagsdrager voor de gek te houden. Die zijn behoorlijk dik. Als ik hier maar uitkom, ik zal maar een lekker appeltje gaan eten. Ben je? Wie is daar? Wij zijn het. Wat doen jullie hier? We komen hier eruit halen. Naar binnen. Dat krijgen jullie nooit klaar. We hebben je zo eruit. Het hout is hartstikke vol. Ja. Ja, zeg, schiet je nou nog op? Jij makkelijk kan zo hier zijn. Jij makkelijk praten, jij zit in het hok. Ja, ik kan toch ook niks doen hier. Ja, zeg dan ook niks. Ik val hier in slaap, duurt dat nog lang? Ja. Wat een krachtpatsers zijn jullie, zeg. Dan maar zo. Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja! Kom eruit, Dick! Hoe was dat nou, zeg? Daar kon ik niet doorheen. Ja, we zullen je wel even helpen. Ja, help te gooien. Jullie trekken mijn armen uit. Ja, dan moet je hem wel open hebben. Houd hem op, hou op. Ik ben te dik. Deze bommen en granaten, wat is hier aan de hand? Terug jij, in naam der wet, terug zeg ik je. Wat gaat hij nou doen? Zo, in naam de wet. Wat zou die aan het doen zijn? Kom weer. Flipsen, wil je de sleutel hebben? Dit is een app. Kun je op? Eerst mijn broek. Nooit. Dan ga ik maar weer. Ola, Dick, dat kan je me toch niet aandoen? Je kan me toch niet in mijn eigen gevangenis opsluiten? Wel ja, waarom niet? Hele dorp zou uitlachen, Dick. Geef op dan die broek. En beloof ons dat we vrij uit zullen gaan. Nou? Weet hem maar. En mijn klompen? Ho, 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 Flipsen, niet zo kinderachtig. Lachen!
Vind je het niet leuk? Nee, Dick. Het is helemaal niet flink om te stelen. Stelen? Een paar appels wegnemen is toch geen stelen? Oh, nee. Of je nu appels of geld wegneemt. Het is diefstal. Zo heb ik er nog nooit over gedacht. Maar je hebt gelijk. Het zal niet meer gebeuren. Oh, Dick, dat vind ik fijn van je. Zeg nou, de meester heeft ons verteld dat er in Utrecht een professor woont die blinde mensen weer beter kan maken. Is dat waar? Wis en waarachtig. Oh, Dick, stel je eens voor weer te kunnen zien. Wat zou dat heerlijk zijn? Maar dat zal veel geld kosten. En dat hebben we niet. Tja. Maar nu moet ik gaan, Nelly. Ik heb met de jongens afgesproken. Dag. Dag, moeder Elswater. Dag, Dick. Wat is er, kind? O, moeder, ik zou toch zo graag willen zien. Ja, dat wil ik best geloven. Maar dat kan nu eenmaal niet. Waarom niet? Waarom ben ik blind? Ik zou alles willen missen als ik maar zien kon. Help me toch. Huiswerk, jongen? Nee, moeder. Ik schrijf een brief. Zo. Een brief? Aan wie? Aan professor Donkers. Professor Donkers? Wie is dat? Professor Donkers is een oogspecialist. En ik ga hem vragen of hij Nelly beter kan maken. Maar, jongen, dat kost veel geld. Dat weet ik, maar dat hebben we. Zo. Waar vandaan? De hele klas heeft besloten dit jaar geen schoolreisje te maken. En van het gespaarde geld betalen we professor Donkers. Ach, jongen, dat is mooi van jullie. Oh, Boe! Oh. Harry, Suf en Mie! Oh. Ben je bang voor Bruin Boe? Alsjeblieft, Bruin Boe! Hier! Oh. Wat heb je nou? Dat is ook al wat lekker. Oh! Daar heb je wat lekkers, je lelijke misbaksel. Kun je leren, kom hier. Nee, nee, doe, Dick. Dick, laat me gaan. Ik zal het nooit meer doen. Oh, oh, Dick, laat me gaan. Om een meisje te slaan. Dick, laat me gaan. Genade, Dick, genade. Genade? Oh, zo, kereltje, ben jij weer bezig? Doet dat pijn, Flips, hè? Huh? Oh! Doet dat pijn? Oh, oh, mijn zitvlak. Nu weet ik niet meer zitten. Binnen. Goedemorgen, professor. Goedemorgen, juffrouw. Hier is uw post. Oh ja, juist. Nou, ik heb op het ogenblik erg weinig tijd. Lees jij ze maar even door. Ja, natuurlijk. En als er iets bijzonders in staat, hoor ik het wel. Ja.
luisteren, professor. Hooggeëerde heer professor. Ik neem mijn pen ter hand om u te verzoeken ons buurmeisje Nelly beter te maken. Zij is blind en daarom huilt ze altijd. De meester heeft ons verteld dat u zo geleerd bent en dat een operatie erg duur is. Maar alle jongens en meisjes van de hele school hebben het geld dat voor een schoolreisje gespaard is afgestaan om u te betalen. Het is heel veel, haast 27 gulden. Al dat geld geven wij u als u Nelly beter maakt. U komt toch ook vast en zeker. Met hartelijke groeten, uw Dick Trop. Wat zegt u daarvan, professor? Die jongen weet zeker niet dat een operatie minstens 1000 gulden kost. 1000 gulden? Maar toch ga ik dat meisje helpen. Voor 27 gulden? Juist, dat is niet om te giechelen, juffrouw. Begrijpt u wel wat dit bedrag voor die kinderen betekent? Ze hebben hiervoor een jaar lang gespaard. Een jaar lang verheugen ze zich op een reis. En dat willen ze opofferen voor een blind vriendinnetje. Moet u daarom lachen? Dat is een prachtige daad. Natuurlijk ga ik dat meisje helpen. Hoe jij uit? Niets, Flipsen. Ik speel met mijn karretje. Zeg, Dick. Ik heb gehoord dat jullie aan het sparen zijn voor de operatie van Nelly. Ja, Flipsen. Dat klopt. Nou, dan zal ik als gezag ook een steentje bijdragen. Zo. Dank u wel, Flipsen. Hop, niet doen. Pas op, die hey, Flipsen. Dick, sta stil met dat ding. Ik kan niet meer stoppen. Ik zal lastig je stoppen. Hé, hey, help! Help! Uit de weg! Uit de weg, zeg! Oh, Dick! Stop met dat dingetje! Oh, help! 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 Help, Dick! Help! Help! Bommen! Duizend bommen! Help! 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 Help, Dick! Sta! Zeg ik je! Help! Help, Dick! Help me dan toch! Oh. Het zag voor een koe beledigd. Wat een tijd! Wat een tijd! Vooruit, kom mee. Hola, Dick, waarheen? Oh, dat zul je wel zien. Kom nu maar, schiet op. En zou u Nelly beter kunnen maken? Ja. Dat weet ik niet. Ik zal er eerst moeten onderzoeken. Ah, daar zijn ze. Hier is Nelly. Zo, meisje. Jij bent dus Nelly. Ik ben professor Donkers. De professor komt je beter maken, Nelly. Hola, beste vriend. Ik kan geen wonderen doen. Zo. Eens kijken. Kijk eens omhoog, meisje.
Nu naar rechts. Naar rechts. Mhm. Hmm. Nog even naar links. Dat is een moeilijk geval. Hmm? Kunt u dat beter maken, professor? Er is een kans. Maar een kleine. Ze zal mee moeten naar Utrecht. Naar mijn kliniek. Maar, professor, zoveel geld hebben we niet gespaard. Geld? Wie praat er nu over geld? Jullie hebben Nelly willen helpen met je spaarcenten. Nou, dat is toch prachtig. En nu zal ze mee moeten naar Utrecht. En dat kost geen cent. Dat is mooi van u, professor. Waar ga jij? Ik heb met de jongens afgesproken bij de oude fabriek. Nou, daar ga ik mee. Zeg, Dick, hoe gaat het toch met Nelly? Heb je nog niks gehoord? Die is nog altijd in Utrecht bij professor Donkers. Hey! Hallo! Hey! Hey! Wat is zo stoer? Wat ben je zo lang gebleven? Ik moest nog even een paar boodschappen doen. Ach, jij met die boodschappen. Wat spelen we? Rovertje! Je hebt een kompas, een rovertje. Weet dat dan niet van jou? Op vossenjacht houden! Ja! Dik is de vos! Ja! Ja! Dik, weg! Ik tel tot 50. Ken je het wel? 1, 2, 3, 4, 5. Zeg, Barend, zou niemand ons gezien hebben? Dat heb jij toch in hazenhaard, Teun? Wat zou dat nou? Of wij die oude rommel meenemen? Die ligt hier toch maar. En wij moeten ook leven. Ja, maar... Woensdagmiddag, hier weer present. Vader. Dag, jongen. Is dat alles? Zet jij nou maar eens eerst je pet af. Binnen. Goedemiddag. Smakelijk eten. Stoor ik? Nee, nee, ga gerust zitten. Kopje koffie? Nee, dank u. Ik heb toch zo'n goed nieuws? Nelly is terug. Oh, wat fijn. Hoe is het met haar? Kon ze zien? Dat weten we niet, jongen. Over een paar dagen gaat het verband eraf en dan... Kon ze zien? Dat willen we hopen. Maar nou moet ik gewoon naar mijn meisje terug. Mag ik meegaan? Maar natuurlijk, jongen.
Dick, je boterhammen. Straks, moeder. Dat is de eerste keer dat hij zijn boterhammen laat staan. Het is een bijzondere jongen, en dat is hij. Kijk, daar heb je Dick. Fijn dat je even komt, jongen. Dag, Nelly. Dag, Dick. Ga zitten, jongen. Ja, binnen. Goedemiddag, Flipsen. Elswater, jij bent een arrestant. Wat zeg je, Flipsen? Geen komedie. Waar zijn de gestolen voorwerpen? Ja? Welke voorwerpen? Ik weet van niets. Heb jij gisteren bij de oude fabriek gewerkt, of niet? Jazeker, dat klopt. Aha, dus je bekent. Ik beken niets. Man, je zeurt. Ik heb er gewerkt, jawel, maar niet gestolen. Vader is geen dief. Zwijg! Je bent er gloeiend bij, Elswater. Beken u maar. Je kletst, man. Ik weet van niets. Dus je ontkent? Dan zal ik de bewijzen weten te vinden. Je doet maar wat je niet laten kunt. Wat een ramp. Ik heb gisteren twee mannen bij de fabriek gezien. En ze hadden een zak met spullen bij zich. Dat waren natuurlijk de dieven. Maar waarom heb je dat niet tegen Flipsen gezegd? Ja, die geloven me toch niet. Maar ik heb een plan. En nu beweert Flipsen dat Elswater de dief is. Kan je niet uitkijken? En ik weet wie de dieven zijn. En ik weet ook dat ze vandaag weer zullen komen om nog meer te stelen. Flipsen mag dan een flinke veldwachter zijn, maar het buskruid heeft hij niet uitgevonden. Dus, jongens, het is aan ons om die kerels te vangen. Wie doet dan mee? Allemaal! Vooruit dan, kom mee! Grijp ze! Wachten jullie hier even. Piet, kom mee. Benieuwd wat er in die kist zit. We zagen tenminste al een half uur met dat botte gereedschap. Dat gereedschap is goed, maar jij deugt niet. We gaan alweer op met de hakken. Niet kakelen, eieren leggen. Ik ben toch geen kip? Wat is er? Ben je gek? Nog zo'n lolletje en ik geef je een dreun. Ik doe niks.
kinderachtige kerel bij je, hè? Mistpunt. Kijk daar eens. Wat is dat? Kijk uit! Oh. Oh. Hier blijven jullie. Hier, terug. Hé, hey, zebra. Van die trap af. Trek je eraf. Laat me hey. Los, lelijke bolloed. Hier van die trappen. Oh, en dan trek ik je naar onder. Je een pakken krijg. Tuin, kerel. Ik kon er echt niks aan doen. Dat jong liet me schrikken en dan sloeg ik mis. Waar ben ik? Zijn die knapen gebleven? Ik weet het niet. Hier! Zochten jullie op! Ah, 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 knaap. Je zit ja, hier! Ja, 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 kom eens helpen! Waar blijf je, Barend? We zitten als een mier op poppen. Help dat! Oh!
heeft ze. Zie je aan de hand? Die grapjassen daar, dat zijn de dieven. Dieven? Hè? Had ik haast een onschuldig man in de gevangenis gezet. Dick Trom, je hebt me voor een ernstige fout behoed. Jongens, een hoera voor Flipsen. Die piep. Hoera! Right, weg. Kom vooruit, bolletjes. We brengen jullie nou een mooi koetje met gratis logie. En heerlijk water en brood. Ziezo. Nu zullen we eens kijken. Meisje, verheug je nou niet te veel. Het is namelijk mogelijk dat de operatie geen succes heeft gehad. Als je nu niets mocht zien, als het verband eraf is, blijf dan vooral rustig. Zo, rustig nu. Het verband gaat eraf. Doe nu je ogen maar open. Is het waar? Is het werkelijk waar? Ja, moeder. Ik kan het zien. Maar mijn lieve kleine kindje, ik... Dank, professor, dank. Dick moet u bedanken. Dank je, Dick, voor alles. Zie, die rare meisjes.